Rob Geus heeft zijn verlangen uitgesproken om de smaakpolitie weer terug te zien op televisie. De bevlogen presentator liet weten dat een heropleving van het programma volgens hem goed zou passen. Dit enthousiaste geluid deelde hij dinsdagochtend in het radioprogramma Rob en Wijnand, onderdeel van de ochtendshow op NPO 3 FM. Met twintig jaar ervaring in het programma, dat in 2002 van start ging op SBS 6, blikt Geus met veel plezier terug op zijn inspecties in de keukens van diverse horecagelegenheden. Hij ziet ook nu, na de periode van corona, een geschikte tijd voor een comeback. In het interview met Sophie Helkema en Mark Meijer, tijdelijke presentatoren van de ochtendshow op NPO 3FM, deelde hij zijn gedachte: Ik denk dat het nog steeds heel goed zou passen, zeker nu na corona. Geus beseft echter dat een terugkeer afhankelijk is van de interesse van een zenderbaas. Hij moedigt de radio-DJS aan om actie te ondernemen, gooi eens een steentje op. Een subtiele hint om het idee van de smaakpolitie nieuw leven in te blazen. Op de vraag of hij vandaag de dag nog steeds hygiënische uitdagingen tegenkomt in de horeca, onthulde Geus een interessant project waar hij momenteel aan werkt. Sowieso het vaatdoekje, dat blijft een ransig iets. Daar ben ik nu mee bezig. En daarmee kom ik eind van dit jaar met iets unieks om daar de consument mee te gaan verrassen, voegde hij toe. Het lijkt erop dat Rob Geus niet alleen pleit voor de terugkeer van de smaakpolitie, maar ook werkt aan nieuwe initiatieven om het bewustzijn rond hygiëne naar een hoger niveau te tillen.